14 augustus is International Comfort Women's Day. Het is de dag waarop alle slachtoffers van de Japanse oorlogsmisdaad bankprostitutie herdacht worden. Veel mensen denken dat het een burenruzie tussen Japan en Korea is, maar de waarheid is dat er maar liefst 34 landen, stadstaten en autonome regio's bij betrokken zijn. En er zitten landen tussen waar je misschien niet direct aan denkt. China, de Verenigde Staten, Rusland en maar liefst 8 EU-landen. Daarover in een latere fase veel meer details en bewijsmateriaal. Ik zit hier naast een lege stoel. En die stoel die symboliseert alle vergeten en onzichtbaar gemaakte slachtoffers. Voor de kolonie Nederlands-Indië geldt bijvoorbeeld dat het gros van de slachtoffers, Indo-Europese en inheems-Indonesische en Melanesische vrouwen en meisjes waren. Bijvoorbeeld Batak, Dayak, Balinese, Molux, Papua, om slechts een aantal etniciteiten te noemen. Toon je betrokkenheid bij dit onrecht dat al 74 jaar duurt, aangezien Japan nog steeds geen officiële excuses aan de slachtoffers wil aanbieden. Maak een foto van jezelf naast een lege stoel en post die online op 14 augustus.